De omstandigheden om te voetballen binnen vieren van optimaal. Een pad van het Kunstgasfield in Almere is chipperglad en dus zet Cambuur voor de wedstrijd vraagtekens bij het trog in. Nou, op sommige plakken krijg ik niet iets bang, maar we zijn vlak voor de wedstrijd. We zeuren er net hoor. Sander kwam direct naar mij. Er wordt niet gezeurd over het veld, we gaan er gewoon voor. Dus ik ga direct naar Meruyet. Henk de Jong docht het wut omdat Alfons arts door privéomstandigheden net onwijzig is. En de Jong zocht zijn ploeg goed uit de startblokken komen. De wut mooi combineert in de eerste kans ontstit al na een minuut. Barto op Dissels, maar die zocht zijn schot keert worden door Erwin Friebel. En dan Almere City, daar is Rosheuvel de gevaarlijke man. Prima vastzet en dan Malone, maar een prima redding van Robert de Loeke. De corner die bloedt oer, die wordt naam droog Kappenberg. En bij de tweede peel gaat die bal erin. Kees Toet claimt de goal, maar het is Leon Heese die te docht. Het is lastig te zien, maar de verdediger van Cambuur kopt de bal ongelukkig in eigen goal. Maar de Leouters raadt je net van slag en bluwe loeren op een goal. Dit is een verkeerde vromspielbal van Jordi Brouwer. Barto zit ertussen, krijgt een kans, krijgt nog een kans, maar dan zit er de bal in het sietnet. En Sam bal mat erin. Maar voort na het skoft komt het voetbal in de oerwicht van Cambuur Volta Uiting. De Leeuw, Van der Heijden, knappe 1-2. De Leeuw vrij voor de keeper Friebel en dan maakt het er het keurig al. 1-1. Zijn zesde goal van het seizoen. En hij bloedt heel cool, Melvin De Leeuw. Na die mooie combinatie met Sander Van der Heijden. Een mooie opstekker zag vlug in de tweede helft. En Cambuur zet terug. Dit is Van der Laan, maar rondom te shitten. Maar hij pleert de bal, Njonker de goal. En even letter een hoekskop van diezelfde Van der Laan. En daarachter wordt Sander van der Heijden vasthouden en dat betekent een pengel van Cambuur. Melvin De Leeuw, de man van de goal, achter de bal. Maar Friebel pakt de inzet. De keeper giet van de goede hoeken en redt zijn ploeg de mooi. Maar nog een minuut letter kent het alsnog. Van der Heijden zet Dissels vrij voor de keeper. Maar weer redt Friebel. Zo eindigt het Almere City Cambuur in 1-1. En één man baalt er het meest van, Melvin De Leeuw. Die penalty moet erin. Ik bedoel, dan is het beslist. En ook ontzettend kwaad om mezelf. Maar ja, ik kan niks terugdraaien. Als een short hoe we positiespel spelen, dat vond ik wel heel aardig. En kansen gewoon, en een panel mist. Moeten we leiden, die Melvin, die komt naar die training. Ik was niet boos op u, want hij sloeg de hele duk uit bijna de wasstro. Ja, die jongen die baalt, dat is gewoon emotie. Je kan wel door de grond zakken, zie ik. Ja, door de grond. Ik denk nog wel iets verder.